De taferelen zijn prachtig bij de opkomst van beide elftallen in Tiel. John Blok en zijn mannen. Ze zouden wel eens geschiedenis kunnen schrijven door te promoveren naar de tweede divisie. Het verhaal is bekend. Scheveningen schakelde in de eerste ronde stadsgenoot Kwik uit in twee wedstrijden. En Tech deed datzelfde met de spelers van Jong Volendam. Een 2-0 voorsprong verdedigen. Met een elftal. Nou, dat een beetje piept en een beetje kraakt. In ieder geval enorm vermoeid is. Als we het hebben over de elf van John Blok, Scheveningen dus. Peters als verdedigende middenvelder leidt balverlies. Eerste schot van de wedstrijd op doel is van Sherwin Grot. Maar Wolfsheimer staat op de goede plek. Aldogan. Goede voorzet, Robinson. Dat is toch een mogelijkheid voor Scheveningen dat natuurlijk vroeg op voorsprong wil komen. Want op het moment dat dat gebeurt, kan je zeggen, het is eigenlijk gespeeld. Dan moet Tech er 4 maken. Rezo Di Hacho met de kopbal. Het geeft in ieder geval aan dat Scheveningen in die beginfase niet achterover leunt. Maar ook de aanval zoekt. Aldogan. Te makkelijk voor de doelman van Tech, Van der Sman. Prima in de korte hoek opgesteld, die aanvoerder van de ploeg uit Tiel. 0-0 met de vrije trap van Levi Zwiebe. Een van die spelers die nou niet helemaal okselfris is. Aldogan ook al niet, maar dit doet hij mooi. Aldogan! Oh, Mehmet Aldogan, dit was toch de grootste mogelijkheid tot nu toe. Hij slalomt uitstekend door die defensie van Tech. Maar vindt op zijn weg naar een doelpunt doelman Van der Sman. En dus blijft het staan op 0-0. En nadat Scheveningen in de eerste 10 minuten toch nog wat overwicht had. Wat doelrijpere kansen had. Komt Tech nu terug. 1 keer een diepe bal de ruimte in. En die Serhard Korts, die blijft levensgevaarlijk. Nu gaat het voorlangs. Maar de verdediging van Scheveningen is gewaarschuwd. Tech heeft in de eerste helft moeite om de ruimte te vinden. De bal wordt veel rondgespeeld achterin. Maar dan is het lekker als je iemand hebt die zo'n paas kan geven. De voortzetting is niet helemaal je dat. Het is vrouwen en kinderen eerst en dan via het been gaat hij erin. Auw! 1-0 in de 30ste minuut. Vinnie Vermeer. Het begint met een uitstekende diepe bal. Dan is het een beetje de rommelpot in de 16. En met een gelukje, dat wel hoor. De voorsprong voor Tech. Aha. Over twee wedstrijden gezien staat Scheveningen nog voor. Met 2-1. Met andere woorden, Tech moet nog 2 keer scoren. Willen ze lijfsbehoud veiligstellen in die tweede divisie. Jackinson op Grot. Grot zoekt de combinatie, komt er niet uit. Wegwerken van Gomez Nieto is half. Scheveningen krijgt de bal niet weg. En dus opnieuw de kans voor Jackinson. Korts, geef hem niet de ruimte om te draaien. Serhard Korts, de draai was wat te wijd, het schot daardoor te hoog. Maar Tech dringt aan. Dat is niet verwonderlijk natuurlijk. Zij moeten. Daar was hij weer. Korts. En Wolfsheimer raakt geblesseerd bij die uiterste poging om die bal tegen te houden. Dat doet hij trouwens prima. Dat doet wel pijn. Maar pijn, dat hebben ze bijna allemaal bij Scheveningen. En ze weten wat het is om op de tanden te bijten. Grot. Goeie actie. Grot. Het zal niet. Nee. Het zal wel. Het is 2-0 voor Tech, nog voor de rust. We zitten in minuut 42. En Sherwin Grot, hij doet het fantastisch. Speelt zijn allerlaatste wedstrijd voor Tech. Hij stapt over naar GVVV. Maar hij bewijst zijn oude ploeg hier een goede dienst. Goed, 2-0 bij rust. 2-2 over twee wedstrijden. En dat betekent de ploeg die nu scoort en die score vasthoudt, is de overal winnaar. Overtreding op Barry Rog.
En de vrije trap voor Scheveningen. Aardige poeier. Van der Sman met de redding. En dan vraag je je af, waar zijn die inlopende spelers? Om die rebound misschien wel in te tikken. Koch. Rechts ligt de ruimte. Uitstekende voorzet. Koch. Oh, wow, wow. Millimeterwerk. Uitstekende aanval weer van de ploeg uit de Betuwe. Met de voorzet van Thijs van Hofwegen op snelheid. En Koch. Die net naschiet. Scheveningen ontsnapt. Zwiebe. Heeft hij dan een lekkere vrije trap waaruit misschien iets kan gebeuren. Een beetje oorlog stichten daar in de 16. Gomez Nieto. Oh, het zou mooi zijn. Hij loopt tot zijn tandvlees hoor, die Gomez Nieto. Last van de lies en eigenlijk na een minuut of 10 liep hij al te puffen. Daar is Koch weer. Notabene de kleinste man van het veld. Ja, al het gevaar van die ploeg uit Tiel komt bijna van hem. Serhat Koch. En opnieuw centimeterwerk. Tek heeft de overhand, Tek heeft de betere kansen. Maar het gaat om die ene treffer. Robinson op Van der Sman. Scheveningen moet het niet meer hebben van de vloeiende aanvallen. Maar van zo'n bal die net even goed valt. Aldogan heeft dan niet het geluk dat hij hem lekker op de pantoffel krijgt. En dan kan Tek eruit. De ruimte ligt aan de rechterkant. Met die grote sterke Shackinson. Kijk eens wat er passen. Shackinson, 16 meter gebied in. Bolzheimer moet komen. Bal van de doellijn en de blessure. Goeie genade. Met 7 mijlslaarzen komt die Shackinson het 16 meter gebied in. En dan moet je maar durven hoor. Nou, Solzheimer die denkt ogen dicht en ga maar. Het levert hem weer pijn op. Hij kan gelukkig verder. Maar wat belangrijker is, die nul. Die moet veranderen bij Scheveningen. Daar moet een eentje voor komen. Maar het lijkt er meer op dan dat er een drietje bij komt bij Tek. En dat Scheveningen wordt uitgeschakeld. Wolfsheimer houdt andermaal zijn ploeg op de been. Ja, wie durft er nog een weddenschap af te sluiten? De betere kaarten zijn voor Tek, dat is duidelijk. Scheveningen. Het vecht met de moed der wanhoop. Maar nu moet die hele ploeg weer terug. En Tek, ja, ze zijn sneller. Sherwin Grot. En weg die bal. Oh, scheidsrechter Nachtegaal, dankjewel, zegt Tek. En Wolfsheimer, weer met een redding. Ja, een beetje negatieve bijrol voor scheidsrechter Nachtegaal kan je natuurlijk niks aan doen. Maar het levert Tek een hoekschop op. Het zal toch niet dat hieruit gescoord wordt. Weg die bal. Oh, god met de omhaal van Ree op de doellijn. Of is hij er overheen? Er wordt niet echt heel veel geprotesteerd. Ja, kans nog niet verkeken. Ja, nu dan wel. Ademhalen. Ja, ze kijken allemaal naar de grensrechter. Was hij er overheen of niet? Sherwin Grob met de omhaal. En dan dat knietje. Van Ree. Nou, ik denk dat hij hem voor de lijn heeft. Laten we het daar maar op houden. Het blijft 2-0. De extra tijd is ingegaan. Scheveningen, zo lang mogelijk die bal voorin houden. En vooral die bal in de ploeg houden. Rog. Zwiebe. Zwiebe. Rezo Di Accio! Ja, hoe noem je dit? Op zijn Duits. Niks in te brengen in de tweede helft. En dan is hij daar, Leroy Rezo Di Accio. Met de bevrijding. Met het doelpunt dat promotie gaat opleveren. Tjonge, jonge, jonge. Die spelers van Tek die kijken, wat gebeurt ons hier? Je moet erbij geweest zijn om het te geloven. Maar Scheveningen, ja, ondanks die achterstand, staat op promotie. Hoeveel tijd is er nog? We zitten al dik in de extra tijd. Zo snel mogelijk affluiten. Nou, laat hem maar even doorspelen. Aldogan. Oh, penalty. Ja. Van der Sman in de fout. Rood. In de slotfase de penalty tegen. Ja, geen twijfel over mogelijk. Maar ja, wat moet je als keeper? Zwiebe. Zwiebe mist. Turlings houdt hem eruit. Nou, dat is een lekkere binnenkomen voor die keeper.
Nog wel een hoekschop. Nagelbijten en seconden aftellen. Hoekschop Scheveningen. Het is afgelopen. Ik zei het al, je moet erbij geweest zijn om het te geloven. Scheveningen voor de poorten van de hel. En eigenlijk tegen alle verhoudingen in. Ze verliezen met 2-1. Maar een nederlaag heeft nog nooit zo als een overwinning gevoeld. Scheveningen promoveert naar de tweede divisie.